Nou, terug in Nederland ben ik hard aan het werk. Ik ben begonnen met mijn nieuwe baan. Maar ik ben dus ook aan het overwerken. En ik weet niet tot hoe laat. Maar ik dacht, ik hou het eventjes hierbij, want muziek is er ook. Ik wil geen auteursrecht op mijn video. Doei. Nou, lieve mensen, ik ben uiteindelijk thuis aangekomen. Ik sta nu in de keuken. Ik heb heel veel overgewerkt. En ik heb honger. En ik dacht, laat ik maar eens even zien wat mijn moeder heeft gemaakt. Kijk eens. Dat noemen wij kussers. En daar ga ik eens lekker eventjes heel veel poelbibber erbij doen. Poelbibber naar de poelbibber. Waar is poelbibber? Ik zag het net nog. Oh mijn god. Of ik heb het me gewoon verbeeld of zo. Anne? Ja? Poelbibber, az önce gördüm nereye gitti? Ha, burada. Oh mijn god, het zit gewoon hier. Het zit gewoon hier. Lelijk hoor. Echt lelijk. Even serieus, dat was echt lelijk. Oké, maar ik ga lekker genieten. Nou, nu zit ik dan eventjes thuis. Ik heb lekker gegeten. En nu is het tijd om met mijn eigen onderneming bezig te zijn. Velen van jullie weten dat trouwens niet, dat ik bezig ben met mijn eigen onderneming. Wat doe ik om precies te zijn? Ik verkoop via bol.com. Ik verkoop producten. Wat voor producten ga ik jullie niet vertellen? Want er heerst gewoon concurrentie en ik wil niet dat mensen met mij gaan concurreren natuurlijk. Dus daarom kan ik niet mijn bedrijfsnaam en de producten die ik verkoop, kan ik niet openbaar maken helaas. Maar ik kan jullie wel vertellen dat ik al, eventjes dit weg, dat ik drie, kijk, zie je dat? Oh, dat ik drie bestellingen heb. En dat is alleen van vandaag. En het zou eigenlijk veel meer moeten zijn hoor, maar ik heb door één vervelende klant heb ik een super lage beoordeling gekregen. Op alles heeft die persoon mij een 1 gegeven. Ik heb die persoon nog een e-mail gestuurd van, hé, waarom doe je dat nou? Want ik ben pas begonnen en ik heb dus van iemand anders heb ik dus een 8 gekregen, van iemand anders heb ik dus een 1 gekregen en van iemand anders, kijk, ik ga jullie dit wel laten zien. Check dit. Zie je dat? Ja, dit zie je dus wel. Dus beoordeling. Dus iemand heeft mij een 8 gegeven, andere 10, andere 7. Dit zijn gewoon trouwens alleen klanten die ook echt iets bij mij hebben besteld. En die gewoon via hun eigen account met een bestelnummer mij een beoordeling kunnen sturen. Ga je weg? Ja. Are you meid? Are you, wat ga je morgen doen? Werken. Moet ik even schamen? Die kant, die hoek, deze hoek. Ja. Dat is even een schaammoment voor ons. We hebben nieuwe gewoontes aangeleerd. Maar goed, nee, maar ik heb dus een vervelende klant, wat ik al eerder zei. Ik heb dus van andere mensen hele goede beoordelingen gekregen en ik ben pas begonnen. Maar die persoon heeft dus mijn hele winkelbeoordeling naar beneden gehaald. Maar ik zeg, weet je wat? Karma is a bitch. En die persoon zal het vanzelf wel weer voelen. Een keer door het universum. Want daar geloof ik ook heel erg in. En ik merk wel trouwens dat ik heel vaak naar links, rechts en naar beneden en zo kijk. Want ik zie de camera van deze telefoon niet zo heel goed. Dus ik weet niet zo precies waar ik naartoe moet kijken. Heb jij mijn lader? Nee, ik heb mijn eigen lader. Maar goed, ik laat het eventjes hierbij. Gaan we trouwens geen ijs halen? Nu ben je even 20 minuten te laat. 20 ja. Minuten? Ja. Oh. Ik vroeg al 20 minuten terug. Whatever. Ja. Ja, en dit is dan mijn saaie leven. Dan werk ik zo hard tussen de polen. No offense. Ik mag die jongens allemaal, hoor daar niet van. Maar kom ik lekker thuis. Hou ik me bezig met mijn eigen zaak. Ik moet nog producten gaan inpakken, want ik verzend het gewoon nu nog via mijn eigen huis. En mijn doel is uiteindelijk wel om tot de zomervakantie gewoon lekker veel geld te verdienen. En daarom ben ik nu ook heel veel producten aan het testen. En doordat ik het test, leer ik ook heel veel dingen als ondernemer. En verder heb ik niks boeiends te vertellen, sorry. Ik ben gewoon op. Helemaal op. Doei!